Beste mensen, als u nou de derde straat links, de tweede rechts en dan na het vierde stoplicht rechtdoor, dan kunt u daarna met bus 138 mee en uitstappen bij de zevende halte na de kerk. Volgt u het nog? Geen wonder. We zijn er niet goed in om veel nieuwe informatie in één keer op te slaan. Als je bij de dokter bent, is het nog een graadje lastiger. Je bent nerveus, de ander heeft een witte jas aan en weet veel meer dan jij. En de informatie is ook nog eens een stuk ingewikkelder. Kun je nagaan hoe het is als je niet zoveel weet over je lichaam, over je gezondheid? Als je misschien zelfs moeite hebt met lezen en schrijven, dan knik je wel van ja, maar dat betekent niet dat je het ook echt hebt begrepen. In de zorg vinden we het allemaal belangrijk dat arts en patiënt samen overleggen welke zorg het beste bij iemand past. Samen beslissen dus. En dat is niet alleen voor hoogopgeleide mensen die goed gebekt zijn. Nee, iedereen wil graag zorg die aansluit bij wie je bent en wat je wel en niet belangrijk vindt. Vandaag staat daarom de teach-back-methode in het zonnetje. Het komt erop neer dat de zorgverlener aan de patiënt vraagt om te herhalen wat er is besproken. Heb ik het echt goed uitgelegd? Want anders leg ik het gewoon nog een keer uit. Prima idee. Zo zorgen we samen dat iedereen de goede weg vindt in onze gezondheidszorg. Veel plezier.